Vaux-sur-Sur ligt in de provincie Luxemburg in het hartje van de Ardennen. Een gemeente met 5500 inwoners. Het dorp staat in de top 10 van de Waalse dorpjes waar het goed leven is. De plaatselijke politici droegen altijd al het welzijn van de bevolking hoog in het vaandel en trachten tegemoet te komen aan hun wensen en behoeften. Een mooi voorbeeld is de crèche, de gemeentelijke kribbe. Je wordt er hartelijk ontvangen en de kinderopvang is van hoog niveau. Ook de vele buitenschoolse opvangmogelijkheden zoals die van Bercheu zijn een vaste waarde. Kinderen voelen zich heerlijk en bloeien helemaal open. Over zelfontplooiing gaat het ook in de groene zones, de multisportruimtes en de speelpleinen. Plekjes die het jaar door toegankelijk zijn voor sportactiviteiten of om gewoon te ontspannen met familie en vrienden. En wat dacht je van een mooie wandeling in onze gemeente? Het dorp ligt midden in het natuurpark de Haute-Sure-Forêt in Anliers. De Sure vloeit daarna van west naar oost over het hele grondgebied, om verder uit te monden in de Moezel. Vaux-sur-Sure inspireert je voortdurend om mooie wandelingen te maken, via idyllisch mooie paadjes, langs het water, door bossen of door typische landelijke dorpjes. Op de heel recente Pré-Ravel kan je wandelen en fietsen tot bij enkele uitzonderlijke sites. De vijvers van de Strange zijn echt wel de moeite waard. Zij liggen niet ver van Ompré. Vis je graag of wandel je liever langs de oevers en midden in het groen? Jij kiest. Vaux-sur-Sure is immers een landelijke gemeente. Tal van boerderijen liggen verspreid over 1000 hectare gemeentelijk bos. Of wil je wat langer blijven? Dan kan je onderdak vinden in de plaatselijke gîtes, in vakantiehuizen. En we hebben ook 2 hotels. Tijdens je bezoek moet je zeker ook in onze geschiedenis duiken. Het dorp is getekend door de Eerste Wereldoorlog en de slag om de Ardennen in de winter van 1944-45. Monumenten brengen hulde aan de slachtoffers. Ja, ook sport kleurt onze gemeente. Om te beginnen het voetbal. Niet minder dan 5 clubs brengen jeugdteams en vaandelteams samen. Toch komt alle eer toe aan de damesclubs, want zij maakten de meeste punten en spelen zelfs al enkele seizoenen op nationaal niveau. Zij zijn de trots van de club van Cibray. Denk maar aan Aline Zeller uit Rosières. Zij is de nummer 10 van het Belgische team, met een van de mooiste palmaressen van het Belgische damesvoetbal. Maar er is nog meer dan voetbal in Vaux-sur-Sure. Een reeks van andere sportverenigingen zijn hier actief. Voor turnen, tafeltennis, motorsport, fietsen, gevechtsporten. En dan is er nog de aantrekkelijke economische pool van Vaux-sur-Sure. Hier kun je het dynamisme echt voelen. Veel bedrijven vestigen zich trouwens hier. Een nieuwkomer en niet de minste is PNB Paribas. Een groot project dat de economische aantrekkelijkheid van het dorp goed illustreert. Investeringen met resultaat. De geografische ligging van Vaux-sur-Sure is ook bepaald gunstig. Vlak aan de autosnelweg E25, die aansluit met de E411 in het westen en met de N4 in het oosten. In de buurt van zowel het Groothertogdom Luxemburg als van Frankrijk en Duitsland. Als je kiest om in Vaux-sur-Sure te komen wonen, kies je eigenlijk voor een leven op het platteland, terwijl je toch volop kan genieten van de vele voorzieningen en van de winkels in de buurt. Onze dorpsgemeenschap is ook begaan met oudere mensen. En tenslotte, ook op cultureel vlak beweegt hier veel. Het hele jaar door organiseren de culturele kring, de verschillende theatergroepen en de filmclub kwalitatief verantwoorde activiteiten en voorstellingen. Heb je nog wat tijd? Dan mag je onze mooie streek niet verlaten zonder te proeven van de streekproducten. Zoals de honing uit Rosières of les délices van de Sure, een traditionele Ardeense ham die een heel eigen smaak heeft. Drink daar een truffette bij, het lokaal bier met reputatie ver buiten onze grenzen. De brouwerij Belliot opent trouwens haar deuren voor bezoek. Plan dus gauw een uitstap of blijf wat langer in de rustige maar dynamische gemeente Vaux-sur-Sure, waar het leven goed is.